We zitten nou in misschien wel een van mijn favoriete auto's. Een hot hatchback, maar dan van BMW met achterwielaandrijving en een atmosferische zescilinder. Een 130i. Een unicum eigenlijk. Zo'n kleine auto met zo'n enorm dikke motor in de neus. En die is van zichzelf al leuk. Maar de eigenaar van dit exemplaar, die kent ons van de klokje rond video's. En die dacht, misschien als Joep ermee rijdt, dat hij dan zegt, nou, dat kan nog veel leuker. En heeft hem daarom bij ons aangeboden voor een klokje rondkeuring. Algehele staatkeuring noemen wij hem ook wel. Waarbij we de auto helemaal nakijken en vervolgens een advies geven. En in dit geval was de vraag van de klant niet alleen om de auto gewoon weer goed te maken, maar ook vooral om hem leuker te maken naar ons inzicht. Dat kunnen en willen wij wel. De opdracht was duidelijk. Maak er een veilige, betrouwbare en leukere youngtimer van. En na die eerste inspectie, ik heb het even erbij gepakt, was best wel een lijstje met puntjes die toch niet helemaal in orde waren. De auto was aan onderhoud toe, verlichting werkte niet goed, knipperde doordat overal LED-rommel was ingebouwd. De auto is voorzien van een breed set, dus bredere achterwielen dan voorwielen, maar er zaten vier identieke banden op die daardoor heel gek op de velgen stonden. De motor liep niet helemaal zoals dat hoorde. De remmen, hij trilde met remmen en als je de ABS liet ingrijpen tijdens een noodstop, dan blokkeerde op een gegeven moment gewoon de voorwielen. Dat ABS systeem werkte dus helemaal niet goed. En als je hard moet remmen en je wielen blokkeren, dan wordt een auto onbestuurbaar. Er was een geur van olie te ruiken als de auto stil stond. De motor lekte op diverse plekken olie. En er waren foutcodes aanwezig met betrekking tot de mengselregeling en de werking van het VANOS systeem. Op basis van het inspectielijstje hebben we de klant een advies gegeven over wat te doen om de auto weer in orde te maken. Dat advies bestond uit een stukje verdere diagnose aan onder andere klachten zoals het falende ABS-systeem, het trillen met remmen en de storingen in het VANOS- en mengselregelingssysteem. Maar een deel van dat advies ging ook over hele leuke dingen, namelijk de upgrades. Want met gebruik van de juiste onderdelen kun je zelfs een fonkelnieuwe BMW een stuk leuker maken. Dus laat staan een 15 jaar oud exemplaar. Bij zo'n klus beginnen we natuurlijk eerst met het vervolg van de diagnose voordat we aan de auto gaan sleutelen. En dat startte in dit geval met het remmenprobleem. Want hij trilde dus met remmen en de ABS werkte niet goed. Nou, die ABS die was helemaal storingvrij en ook de live data die we tijdens het rijden bekeken, die klopte. Wat wil zeggen dat de input van de elektronica in orde was. Dat maakte het best wel een lastig probleem, want het remgevoel klopte ook niet en er bleven eigenlijk maar twee oorzaken over. Dat was de hoofdremcilinder in verband met het remgevoel, maar die kan niet veroorzaken dat die voorwielen blokkeren. Uiteindelijk hebben we daarvoor gekozen om de ABS-unit en dan het uitvoerende deel daarvan te vervangen voor een gebruikt exemplaar. En dat loste de ABS-problemen op. Om vast te stellen waarom de auto trilde, hebben we de slingering van alle remschijven opgemeten. En die bleek alleen aan de voorkant buiten tolerantie. De achterremmen en de voorremmen waren recent vervangen, maar hij trilde dus weer. Nou, dan kun je er wel nieuwe schijven op zetten en dat is mogelijk ook een oplossing. Maar belangrijk is om dan te controleren of het remmend mechaniek, dus de klauwen, goed gangbaar zijn. Want een vastzittende klauw kan het kromtrekken van schijven tot gevolg hebben. En wat ook aan de hand kan zijn, is dat de wielnaaf waar de remschijf opgemonteerd wordt, krom is. En dan gaat een nieuwe schijf ook weer slingeren en trillingen veroorzaken. Nou, het mechaniek was goed gangbaar en daarom hebben we bij deze auto gekozen voor een alternatieve oplossing. Namelijk het afdraaien van de remschijven op de auto.
Dan moet er wel een nieuwe set blokken gemonteerd worden, omdat de vorm van de remschijf anders is. En dat gaat eigenlijk alleen maar goed als er ook nieuwe blokken op zitten. Maar op die manier voorkom je dat je weer nieuwe schijven moet kopen. En nog belangrijker, je voorkomt ook dat je met die nieuwe schijven weer dezelfde problemen krijgt. Na de diagnose aan de remmen hebben we gekeken wat er aan de motor mankeerde. Er waren storingen aanwezig op de mengselvorming, de werking van de vanos en hij stonk. Daarnaast vonden we het stationair toerental soms best wel rommelig. Hij liep gewoon niet helemaal lekker op 6 cilinders. Nou, de olielekkages waren gekende problemen voor dit type. De kleppendekselpakking lekte, de pakking van het oliefilterhuis en de warmtewisselaar. Dat is een kwestie van vervangen. De auto had ook onderhoud nodig en daarbij zaten 6 nieuwe bougies. Die kunnen nog al wat invloed hebben op de motorloop. En ook de bobines, die de stroom voor de vonk van de bougie verzorgen, zijn gekende probleemveroorzakers. De bobines moesten er toch al uit om het kleppendeksel te vervangen. De bougies waren al aan vervanging toe, dus er zijn 6 nieuwe bougies en 6 bobines ingegaan. Aan de voorkant van de motor, in de cilinderkop, zitten 2 magneetventielen die de vanos bedienen. Ook die veroorzaken nog wel eens problemen. 1 van de 2 was waarschijnlijk sowieso kapot, dus we hebben ze allebei vervangen met de klus mee. En daarmee waren eigenlijk alle motorstoringen verdwenen. We kunnen de storing die er was op de mengselvorming niet goed verklaren. Hij is er nu niet meer en de fuel trims bleven tijdens de proefrit in orde. Dus goede kans dat hij ook niet meer terugkomt. Uiteraard hebben we de auto ook het onderhoud gegeven wat hij nodig had. Onder andere nieuwe olie, een oliefilter, een interieurfilter en nog wat andere kleine standaard zaken. Alle ledlampjes zijn vervangen door normale exemplaren. En die banden in de verkeerde maat, daar hebben we de juiste banden horend bij de breedset die onder deze auto zit opgezet. We hebben in overleg met de klant gekozen voor de Michelin Pilot Sport 5. Een echte alleskunner. Als mensen ons vragen om een auto leuker te maken, dan doen we dat natuurlijk heel graag. Maar leuk, ja, dat is voor iedereen iets anders. Dus het is belangrijk voor ons om dan de wensen van de klant in kaart te brengen. Deze BMW is een, nou ja, boodschappenauto. Dat klinkt een beetje oneerbiedig, maar het komt erop neer dat hij dagelijks bruikbaar moet zijn. En ook drempels, kuilen, etc. gewoon goed moet kunnen hebben. Nou, als je dan gaat upgraden en je weet wat de wensen van de klant zijn, dan begin je van buiten. En ga je naar binnen toe werken. Omdat de verkeerde banden gemonteerd waren, was dat een makkelijke eerste upgrade. Daarna hebben we de remmen gefixt. Maar naast het oplossen van de problemen hebben we daar ook een kleine upgrade uitgevoerd. Het monteren van staalomvlochten Goodrich remslangen die het remgevoel wat verbeteren. Daarnaast, misschien zag je het al zitten, is een KW-onderstel gemonteerd. En om goed aan te sluiten bij de wensen van de klant, hebben we voor een Street Comfort schroefset gekozen. Dat is een in hoogte en hardheid verstelbaar onderstel, wat aanzienlijk beter dempt dan de originele schokdempers, maar vooral ontzettend comfortabel blijft en de auto toch een beetje verlaagt. Naast de betere schokdempers hebben we hier aan de voorwielophanging nog een upgrade toegepast. Niet alleen hebben we daarmee wat slijtage verholpen, maar de auto ook nog leuker gemaakt. En dit is een upgrade die veel mensen met deze auto's doen. De 1-serie en de 3-serie van deze generatie gebruiken hetzelfde platform. En je kunt in plaats van de normale draagarmen ook de draagarmen van een BMW M3 of een M135i monteren. Die auto's die hebben een iets sportievere wielgeometrie. En zijn in plaats van rubbers op sommige plaatsen juist voorzien van kogelgewrichten. De auto gaat hierdoor wat scherper insturen, laat zich wat beter plaatsen en geeft iets meer feedback in het stuur. Nou, als je zo'n aanpassing doet, dan moet je de auto daarna natuurlijk uitlijnen. En dat is iets wat veel problemen oplevert bij deze auto's. En dat komt vooral doordat de spoorstangen die de beweging van het stuurhuis overbrengen naar de fusées aan de voorzijde en daarmee dus de wielen heen en weer laten bewegen, vastroesten. En ze roesten op een dusdanige manier vast dat ze niet meer te verstellen zijn. Dan kun je ze met een gasbrander heet stoken om ze los te krijgen. Maar dat is een tijdelijke oplossing. En bovendien wil je dit gietijzer eigenlijk niet roodgloeiend stoken om het te kunnen verstellen. Daarmee verzwak je het namelijk. Naast nieuwe draagarmen zitten er daarom ook nieuwe spoorstangen onder de 1-serie.
Voordat de auto bij ons kwam, heeft iemand anders er al een andere eindtempo onder gezet. En dat is een exemplaar van Supersprint. Dat zijn hele mooie en in dit geval ook best complexe uitlaten. Maar die zat er niet zo netjes onder. Hij hing scheef en de kier om de uitlaat heen in de achterbumper klopte daardoor niet meer. En we hebben er aardig wat werk aan gehad om wat steunen te verbuigen, te verlassen en te verplaatsen. Maar nu hangt hij tenminste zoals het hoort. Als je achter de auto staat, zit hij precies netjes in de uitsparing die ervoor in de bumper zit. En steekt hij ook precies ver genoeg uit. Dat zijn van die kleine details waar wij blij van worden. Naast al die, nou ja, best wel grote ingrepen, hebben we ook een hele rits aan wat kleinere aanpassingen gedaan aan de BMW. Een hele leuke, veel toegepaste upgrade is vervangen van het luchtfilter voor een exemplaar van KNN. Dan passen we ook meteen het luchtfilterhuis een beetje aan, zodat je nog iets meer aanzuiggeluid van de motor hoort in de auto. Dat bij een blok als dit echt een genot om naar te luisteren. Ook hier aan de voorkant hebben we een van de mistlampen vervangen. Niet omdat daar leds in zaten, maar omdat er een barst in het glas zat. En omdat die auto er verder hartstikke netjes uitziet, ja, moet je dat soort kleine dingetjes eigenlijk gewoon meepakken. Dan is die neus gewoon perfect daarna. Tijdens de inspectie viel ook op dat de achterruitensproeier en wisser niet goed werkte. Dat kwam door een defect in de ruitenwissermotor, dus die is vervangen. Daarnaast werkten de gaslifters van de achterklep niet goed meer. En dat is ontzettend irritant bij het inladen van de boodschappen. Dus die zijn ook nieuw. Tja, en dan nog een heel klein detail, maar wel eentje waar je elke keer naar kijkt als je in de auto zit. Van de A-stijl bekleding was het stof aan het loslaten. Dus er hing zo'n klein flapje los. Nou, dat wordt ook alleen maar erger. Die kappen zijn nog goed te krijgen en enigszins betaalbaar. Ja, eens kijken hoe mooi dat er nu weer uitziet. Ja, moet je nou eens kijken. Ik word hier zo vrolijk van. Die auto ziet er zo ontzettend goed uit. Mooie kleur, mooie wielen, mooie banden. En ontzettend subtiel verlaagd en ook de verhoudingen een klein beetje veranderd. We krijgen vaak te horen dat mensen bang zijn voor verlaging. Dat ze dan niet meer over drempels kunnen, te ordinair uitziet. Of auto's er oncomfortabel van worden. Nou, ik kan je verzekeren, dat is met deze set niet het geval. En dat ga ik nu ook gewoon nog even ervaren. Comfortabel is, dat kunnen we bij Kark voor de deur heel goed testen. Want man, wat is dat wegdek hier toch gruwelijk slecht. Maar zelfs dan is dit echt een prima rijdende auto. Of prima, eigenlijk veel beter dan een standaard sportonderstel van BMW. En ook beter dan het niet sportonderstel. Deze dempers zijn intelligent, dus ze herkennen in een bepaalde mate het wegdek. En daarop wordt de dempingskracht aangepast. Zo is hij lekker comfortabel over hobbels en drempels, maar blijft hij in bochten als je instuurt mooi vlak liggen. Dit rijdt zo ontzettend goed. Je vraagt je haast af waarom die auto's er niet standaard mee afgeleverd worden. En eigenlijk is het antwoord op die vraag heel simpel. Dan zou de auto veel en veel te duur worden. Naast alle upgrades hebben we natuurlijk net ook een hele rij aan kleine dingetjes gezien. Maar wel belangrijke dingetjes. En samen met het uitgevoerde onderhoud zorgt dat ervoor dat je weer onbezorgd met deze auto kunt rijden. En dat alles werkt zoals het ooit bedoeld was. En in een heel aantal gevallen zelfs beter. Oh man, wat is dat toch heerlijk. Zo'n dikke motor in zo'n klein autootje. Dit hele pakket is echt perfect. Als ik een 130i zou hebben, dan is dit hoe ik hem klaar zou maken. Ben jij nou ook benieuwd wat er mogelijk is met jouw auto? Aarzel dan niet en neem contact met ons op.